zit op de foodservice fair naast Suzanne Stine bij de binnenkomst van de beurs. Nou, dit valt al behoorlijk op. Suzanne, wat gebeurt hier allemaal? Nou, het thema van dit jaar van de beurs is verantwoord lekker het jaar rond met Daily XL. En wat we eigenlijk proberen is om gasten die binnenkomen meteen bij aankomst al kennis te laten maken met een stukje verantwoord, duurzaamheid, dat soort thema's. Nou, het ziet er al behoorlijk opvallend uit. Er zijn wat leuke marktkraampjes hier achter ons. Kan je daar iets meer over vertellen? Jazeker. We hebben een aantal thema's eigenlijk daar. We hebben een aantal leveranciers die daar ook staan. Op de eerste plaats staan we er natuurlijk zelf met ons verantwoord assortiment. Dat heet natuurlijk verantwoord en dat gebruiken we eigenlijk bij alle beurzen waar we staan. Laten we dat heel prominent naar voren komen. Daarnaast staat daar Gijs, ook een leverancier van ons met hun productlijn. We hebben dit jaar Restaurant Natuurlijk, de winnaar van het puurste restaurant van Nederland. We hebben ook Natidus, dat is ook een leverancier. En zij promoten eigenlijk een hele grote lijn aan biologische DKW-producten. Daarnaast hebben we Erbes IJs, wat ook een die nieuwe... Die hadden we al niet kunnen missen. Ja, precies. Dus dat is ook nieuw in het assortiment. En tot slot hebben we de Pure Restaurantweek, die hier staan om hun eigen initiatief te promoten. En zij proberen eigenlijk ervoor te zorgen dat restaurateurs wat meer gebruik gaan maken van verantwoorde en duurzame producten in hun menukaart. En wat is nou de stand die de bezoekers niet mogen missen? Dat zal de Pure Restaurantweek zijn. Het is, kijk, in tijden zoals deze is het gewoon belangrijk dat je het verschil kan maken ten opzichte van de concurrentie. Dat is ook zeker voor restaurateurs het geval. En daarin is duurzaamheid echt een mogelijkheid om jezelf te onderscheiden. Dus dit initiatief kan op een heel laagdrempelige manier, kan je daar kennis maken met het koken met verantwoorde producten. En dat kan in de toekomst zeker wel een verschil maken. Dus, ja. Oké, en voor de mensen die misschien nog thuis zitten, waarom moeten ze hier gewoon naartoe komen? Nou, ik denk dat, wat ik net al zei, duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Iedereen heeft ermee te maken, welke branche ook werkt. En het is natuurlijk heel fijn dat je dan op zo'n beurs als deze even bij ons langs kan komen. Om samen met ons te gaan kijken of we daar misschien een steentje aan kunnen bijdragen. Oké, nou, we gaan zo meteen nog even een rondje langs de leveranciers maken. Volgens mij ziet het er al prachtig uit en ik wens je nog heel veel succes vandaag. Ja, dankjewel.